zomer. Koufo. Christensen. Christensen voorbij de Vries. Christensen 1-0 voor Twente. Toch nog een doelpunt vanavond. En weer de Deen. Zoals ook afgelopen weekend het geval was. Prachtig gespeeld door Koufo. Groeientjes te laat. Christensen stijlvol voorbij de Vries. Het doel is leeg. En zo steelt Twente in de slotfase waarschijnlijk toch nog de overwinning. Asaïdi, goed gegeven. Maher met ruimte. Maher strak en hard is 1-0 voor Twente. Als deze mag, en hij mag. Ja, assistent die naar het midden loopt. En dan is het Jensen die scoort. Goeie strakke voorzet van Maher. Jensen heeft gelopen, goed gelopen. Er staat inderdaad geen buitenspel op het moment van spelen. Want ik denk dat Meijers, de aanvoerder, de man is die dat opheft. En in de 13e minuut is het een fijne opsteker voor Pusić en de zijne. Ruimte zoeken. Goed uitgespeeld. Chadli. En daar is de goal van Brian Ruiz. Twente staat op voorsprong. Zijn doelpunt. Geen buitenspel. Op gelijke hoogte met Rado Savljevic. Ja, daar buitenspel voor Ruiz. Maar daar gaat de bal niet naartoe. Dit is een nieuwe situatie. En dan blijft de man uit Costa Rica achter de bal. Als Chadli voorgeeft. En Perez. En op rechts is Arnautovic. Ja, er is geen buitenspel. Arnautovic, als hij rustig blijft, komt Twente weer op voorsprong. En hij is rustig. En zo slaat Twente binnen een paar minuten toch weer toe. Koufo staat buitenspel, maar die bemoeit zich met het spel door er overheen te stappen. Het is niet van belang, zo oordeelt het arbitrale duo in dit geval. En Arnautovic is in de afwerking heel rustig. Mokotjo. Daar is Ziyech. Daar is Ziyech. Zo! Nou, dit is toch niet te geloven. Laten we met z'n allen koesteren dat we deze man in de Eredivisie zien. Want Twente doet niet zo heel veel goeds vandaag. Hij speelt ook niet briljant. Maar dan doet hij dit. Dit is zo'n voetballer waarbij we met z'n allen over een jaar of vijf zeggen. Weet je nog, dat hij Ziyech gewoon bij ons rondliep. Dit is echt onvoorstelbaar. Wat een doel.